En een van de mooiste vrouwen van de wereld. Oh. Naast mij. Aren't you sweet? We zijn eigenlijk precies in Cannes, maar het is echt troosteloos weer. Sterker nog, in Amsterdam is 16 graden en hier is het 14 graden en bakken uit de hemel. En we kregen net te horen, onze vlucht was vertraagd en we hebben weer een lunch en we kregen net te horen dat we in één keer door moeten naar de lunch. Het leven is hard. Maar Sander en ik zitten echt half in onze pyjama na 3 uur slaap, want we hadden onze verjaardagsparty gisteren. Kijk hoe ik eruit zie. Nou, het is niet heel veel. Maar wel genoeg. Maar goed, dus dat was gisteren verjaardagsparty en normaal gesproken dan drinkt Noor niks. Maar nu heeft Noor dus echt letterlijk een hele fles vodka naar binnen gegooid. Oh nee, sorry. Dat was iemand anders. Maar ik heb wel iets heel leuks. Waarom wij hier nou eigenlijk zijn? Had je dat al verteld of niet? Ik zou doen. Hallo? Dat ga jij zo doen. Oké, en dat is een soort droom die voor mij uitkomt, want Noor, die krijg ik nooit mee naar een bepaald soort films. Want dat vindt ze gewoon niet leuk, weet je wel. Maar nu hebben we dus iets gedaan wat ik heel leuk vind, maar echt extreem tof. En nu moet ze wel naast me zitten tijdens deze film. En ook nog eens een keer een hele mooie jurk. Nou, we zijn dus aangekomen en ik heb mijn make-up echt super lelijk gedaan in de auto, maar... I do not care. We gaan lekker lunchen en we gaan naar het hotel. We zouden eigenlijk parasailing gaan doen, omdat... Maar dan gaat niet door omdat het regent. Had jij al verteld waarom we hier zijn? Nee, ja, dan moet je lekker even zelf doen. Ik heb wel gezegd dat ik dit... Dit is Sander's lievelingstrip ooit. Dat jij geforceerd wordt om iets te doen wat ik heel leuk vind. Nee, ik vind het zo leuk. Wij zijn hier. Da-da-da-da. Voor Solo, de nieuwe Star Wars film. En we gaan morgen naar de première hier. We gaan allemaal activiteiten doen. Renault is de sponsor van deze trip. En Disney, we zijn hier met Disney voor Star Wars. Dus we gaan allemaal leuke dingen doen en we gaan alles filmen natuurlijk, zoals altijd. Let's do it. Yeah, I feel your rhythm. Intoxic. Wij zijn... We hebben ons even omgekleed in het hotel en we gaan nu lekker een koffietje drinken en even genieten van het mooie weer. We zijn eventjes een kleine snack gaan eten. En, het is 2:00 PM. Het is absoluut niet 2:00 PM. Okay. We gaan over een uur uit eten. En dit is onze views. Wij zitten in de auto. En ik deed een lampje. We zitten in de auto, we gaan naar het hotel. Het was echt een super leuke dag. We hebben heel veel gelachen, heel koud gehad. Lekker gegeten. Heel veel lekker gegeten. Echt, ik hou zo van Frankrijk en eten. Ik kan hier de hele dag al gewoon brood met boter eten. It's just... en die koffietjes en zo. It's just amazing. Ik wil hier wel een keer leven. Wonen. Ja, en sowieso, zeg maar die vibe die in deze stad hangt met... De vibes zijn echt nice. Met zo'n filmfestival. Echt bizar. Dus echt vet cool. We kwamen in het wild, kwamen een acteur tegen. En ik moest 2 keer kijken, maar het was gewoon... Woody Harrelson. En ik ben best wel fan van hem. Want uiteraard is hij gewoon, ja, weet je wel, een van de allergrootste acteurs. Het krioelt hier echt van de acteurs. We zagen ook Alessandra, dat is geen acteur. Alessandra Ambrosio. Is dat die naam zeg ik ook voor een keer. Dat is geen acteur. Nee, je zegt goed, Ambrosio. Ja? Ja. Ja, jij zal het wel weten, schat. Ja, Alessandra Ambrosio en ik, dat gaat echt way back. Way back. Ik heb wel eens met haar een gekke nacht gehad in New York, joh, 20 jaar geleden.
toen ik nog... toen zij 7 was. Toen ik nog 37 was. En zij 7. Morgen worden wij geacht om 6 uur naast ons bedje te staan. Voor haar make-up. Gaan we ook doen, superleuk. De jurk die Noor vandaag... Ik zeg niet dat ik het niet ga doen, ik zeg we worden geacht. De jurk die Noor vandaag heeft uitgekozen is echt zo ziek. Ik kan niet wachten om het te laten zien. Voor morgen mijn red carpet dress. En sowieso, we gaan dus gewoon naar... So exciting. We gaan naar de internationale, wereldwijde première van Star Wars. Dat is gewoon echt super vet. En wat heel vet is, is dat ik kan gewoon mijn vrouw meenemen naar Star Wars zonder dat ik daar... iets voor hoeft te doen, ik hoef er niet te overtuigen. Ah, ik vond het met je verjaardag waren gegaan, dat hebben we ook gevlogd, dat was echt mega gezellig. Ja, en Bibi en ik vonden het allebei, daar is echt volgens mij ook gewoon bewijs van op YouTube ergens. Dat je het heel tof vond. Bibi en ik vonden het allebei echt super nice. Ja, klopt. Maar het zijn ook gewoon super spectaculaire films. Dus ik had trouwens net een insightje gepost. Even zelf als koffietje van vanmiddag, zodat hij voor het grappen. En ik kreeg super veel vragen over deze oorbellen. Onder de post en deze oorbellen zijn van Zara. Ik vind ze heel leuk. Ze zitten niet heel lekker, ze zijn wel zwaar, maar ik kan ze toch, moet ze ook niet de hele dag in doen. Oh, we zijn met het hotel. Hotel. Oké, guys, wij gaan hem even afsluiten voor vandaag. Zien jullie morgenochtend en we gaan lekker slapen. En good morning. You're gonna be really, really good. 6 uur 's ochtends. Dit is haar make-up. Ja, ik ga dus voor mijn haar. Ik dacht. Doe gewoon voor kant iets bijzonders. Dus ik denk dat ik gewoon eens een keer krullen ga nemen. Deze dame ga ik gewoon doen. Hallo? Ja, ik zit even mijn make-up te doen in het daglicht, schat. Mijn make-up is zo goed als klaar. En dat is best wel mooi gedaan. Ik ben zo nu mijn haar. Ik heb het gevoel dat dit helemaal niet gaat. Maar mijn haar is bijna gedaan. Ik moet zeggen dat ik wel echt gewend begin te raken. Dus en we gaan zo naar het strand. Het is volgens mij 8 graden buiten om te shooten. Het is 12 graden. Ja, voor oud wordt wel 17 vandaag. Dus dat is kind of oké. Ik heb zo'n zin om straks een mooie jurk aan te doen. Voor de rode loper. Wat ik trouwens nog niet verteld had, nee, dat kan ik niet vertellen. Ah nee, deze blog moet zondag online, kan ik wel vertellen. Ik heb tegen Monica gezegd dat ik tot en met donderdag in kan blijven. Maar ik vlieg morgenochtend om 6 uur 's ochtends naar huis. Omdat het haar baby shower is. Dat weet ze niet. En ze weet wel dat ik natuurlijk mede haar baby shower aan het organiseren was. Dus zij weet, zij denkt gewoon van als Noor in Cannes is, dan is mijn baby shower niet. Dus ik ga ook niks op Insta-stories uploaden. Ik doe gewoon nog een paar screenshots van dat ik hier in Cannes ben. Dat ze gewoon echt niks weet. Ik ga lekker zo denk ik nog even appen. Ik moet nog een keer duidelijk zeggen dat ik hier tot donderdag zit. En dan is morgen haar baby shower. We hebben vandaag wel dus die première en daarna een afterparty. Dus ik denk niet dat ik ga slapen vannacht. Want we worden om 3:30 opgehaald bij het hotel. Om naar het vliegveld te gaan. Maar it's all good. Over a good cause. En dat wil ik even vertellen. Money, carat, diamond. Ooh, nothing gets me this way. Like midnight in LA. You know what? It's so funny. It's like African is such a friendly, childish form of like. This you know what? If I didn't know you, but I think you're insulting me. This, no. This is a beautiful thing. It's like speaking like a five-year-old. How 3-year-olds talk. No, he said like I can't African. No, because it is. No, but it's Dutch. You know how Dutch originated? It was like sailors. I mean, how Afrikaans originated was like sailors who colonized South Africa. Lars Veldhuis, ben jij een beetje aan het opletten? Kijk, hier... Don't worry, I know this is super boring and not probably gonna make it in the vlog. It's like saying Lars should pay attention. Yeah, Lars. Good knowledge. Oh yeah, the Cubans. The early colonizers of South Africa used to speak sailors Dutch and then it turned into Afrikaans. True. It was like really bad Dutch.
true. It's horrible. It sounds super friendly. No, it sounds friendly and like welcoming. So that's what I actually said. You sound Patrick from Bill. No, no. He's serious. Well, I am a bit of a father. Wij zijn aan het ontbijten en ik ging even naar de wc, dus ik dacht, kan jullie mooi even laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze crop top aan van Naked, deze broek van de Zara en deze Fendi tas. Alles altijd zo mooi in Frankrijk. I love it. Your call, but you'll feel me later. Little bad behavior, I'm about to turn it on. Headed to the hills now, full moon with the top down, pitch black and the stars out. My favorite record on, you know that you got me. Be there in a heartbeat, from the moment that I wake up to the moment that the daylight fades. I'm leaving the party, feeling even op het strand. We hebben net geshoot. En serieus. Look how beautiful it is. Zo mooi. Nee. We zijn echt, kijk dit uitzicht, dit balkon. We zijn echt in een bizarre hotelkamer. En we gaan hier de shoot doen. Je moet je vragen indienen. Wat zeg je? Je moet je vragen indienen bij die vrouw. Okay, zij met het rode t-shirt aan. It's time to get inside. Kijk dit uitzicht. Hey Noor, hoe ziek is dit? Ja, dit moet wel in. Die kant, de view film, dat hebben we nog niet gedaan. Dat is echt niet normaal. Echt bizar, ja. Nou, pak ons de kant. We staan dus gewoon op de bovenste verdieping van de Carlton. En we gaan zo meteen de cast van Star Wars. Star Wars ontmoeten. Zo ziek. Maar serieus. Ik weet niet eens meer. Ik weet niet eens meer hoe ik me moet voelen. Ik zeg maar, mijn emoties zijn een soort numb. Nee, het lijkt eigenlijk allemaal niet echt, basically. Van Woody Harrelson en een van de mooiste vrouwen van de wereld. Naast mij. Aren't you sweet? Oké. Maar we mogen alleen niet filmen, dat is echt zo en sad. En niet foto's, niks. Zal ik een GoPro in mijn pet monteren? Nee, maar vertellen jullie zo meteen precies hoe het ging. Ja, maar dit is wel een leuke foto, zeg maar. Snap je? Wij zitten te eten. Is smakelijk. Is smakelijk? Voorgerecht Zandert, daar die onder slavenborgen zit. Queen is down. Hi friends. The Queen is bijna weer alive and kicking. Ik ben letterlijk zo mijn bed uitgestapt. Volgens mij zit mijn make-up overal. Maar goed. Maakt niet uit. We zitten in de auto en we gaan nu een selfie nemen met Chewbacca. Voor degenen die Star Wars kennen. Zoals Sander. Chewbacca. Chewbacca. Dus dat gaan we doen. En dan hebben we 2,5 uur in het hotel zo om ons klaar te maken. Om ons haar make-up te gaan. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar wil doen. En make-up. Ik ga mij denk ik laten adviseren. Nog een ander vraagje. Deze zonnebril is te groot voor mij. Het zit zo lekker. Maar, jongens, nou, als jullie vinden dat Noord is een beetje raar, die is dus echt fucking zenuwachtig. En terecht. I mean, it's a big deal. Maar ze is echt heel zenuwachtig. Dus moet haar wel een beetje liefde geven en een beetje aandacht en een beetje
begripvol. Maar ik vind soms raar dat hele vrouwen die heel onzeker zijn, die gedragen zich soms zo weird. Het is voor mannen zo moeilijk te begrijpen wat er nou precies aan de hand is. We zijn ook zulke moeilijke mensen. Vrouwen? Vrouwen zijn heel... Ik weet niet of alle vrouwen... Oké, okay, dit is gewoon een question. Zijn alle vrouwen vanuit onzekerheid soms ja, extreem moeilijk te volgen? Heks. Huh? Heksen. Heksen is een groot woord, maar gewoon... Echt denk van, come on guys. Dus, weet je wel, mannen zijn gewoon van, ik voel me gewoon kut of ik voel me goed. Of, weet je, dat is gewoon allemaal heel direct. En vrouwen die kunnen echt van alles verzinnen om niet to the point te komen. Dat is wat ik heb begrepen, het is niet jusqu'au tapis rouge. C'est juste avant, puisque bon, nous passons, nous ne les ferons pas passer. Maar ja, we gaan dus naar de Star Wars première en naar de after party. En dan morgen vliegen we lekker om 6 uur 's ochtends naar Tante Momo. Tenminste, niet naar Tante Momo. Ik heb net met Monica geappt. Maar zij denkt dat we gaan. Monica stuurde van: wat ben je aan het doen? Wanneer zijn jullie terug? Because I totally miss you. Dus ik zo van: ik ben donderdag terug, so we can totally hang. Dus zij zei: oké, okay, baby girl, donderdag is aan. We gaan à la plage, là où on était tout à l'heure, devant Carlton. Ah, d'accord. Het is echt heel tof. On est toujours, on est dans ce moment de Carlton. Lekker eventvol weekje. Ja, en dan heb ik een shoot voor Grazia donderdag. Van 6 of 8 pagina's. Beauty shoots. Mijn huis is echt prachtig op het moment. Mijn huis. En ik ga voor NOS filmen. En wat heb ik nog meer? Oh, zo mooi. Zo cool die tas. Koffer, sorry. C'est pas là-bas que la voiture. Oh wauw, kijk dan. Ze zijn echt prachtig. Ik weet het niet, waar is hij? Misschien kan hij wel warm houden, schat. Noor heeft het dus heel koud. Maar zometeen zit je gewoon, kan je gewoon naast Chewbacca. Ik denk wel, kijk luister, hij heeft he roamed many galaxies. I've never seen him shower, so you know. Dit zou best wel eens kunnen. Heb je vriendin ook meegenomen? Dit is Chewbacca's vriendin. Best een lekker ding. Toch niet? Maar ja, in principe zijn wij natuurlijk ook een soort Chewbacca. Met de princess. Een queen, hè? Ik voel me echt een freak. Doei. Oké. You guys have fun. Thank you. Sander. Oh, hang on. Blow him a kiss. Hoe voel je je nu? Ja, heel goed. Ja, echt super goed. Maar normaal gesproken wil jij dat kwaad als de foto niet gelukt is. Maar nu moet ik kwaad zijn. Wat is er geen foto van dan? Nee, dat niet gelukt. Nee. Hoezo? Zo raar. Ja, maar die fotograaf heeft ook foto's gemaakt. Wat is hier mislukt aan dan? Dus het schaduw zit toch helemaal over mijn gezicht? Ja, maar dat kon niet anders. We always want something. Oh, be careful. Yeah, we always want things we don't have. Yeah, exactly. I have everything. Hi.
on va les voir les marches. Au moins, nous. Non. On les verra pas du tout. Non, non, on tourne avant. Sander heeft zijn smoking aan. Ze heeft zijn smoking aan van après, en fait, Tommy Hilfiger. Toch? Ja. Vindt hij lekker? Lekker warm. Ja, ook niet wat je hebt. Ja? Ja, het is winter Tommy. En dan was hij. Drie laagjes. Hoe leef je? Nou, on a juste gewoon. Voorjaar. Ja. Zie ik mijn star die arrive direct au. Kijk, we zitten in de bioscoopcel. En hier kijk je op alle mensen die binnenkwamen op de Royal Oak. Wij zijn aangekomen in de bioscoop. Ons schoenen uitgedaan. En we zijn aan het kijken naar wie er allemaal aankomt. Oh ja, dat kan ik alleen wel. Star Wars. Oké, dit was echt episch, ja toch? Ja. We hebben net die film gezien, die kast staat hier beneden. Dus dat is Ron Howard en alles die zei allemaal. Vond je het goed? Nee, ik vond het heel vet. Vond je het goud? Dit is nu nog aan het klappen, dat is zo mooi. Wat een lekker ding, hè? Oké. Hij probeerde ook jouw plezier te maken. Dank je wel. Maar dat zegt hij misschien zelf ook wel. Okay, we lopen net dat de cinema uit. En dit is het strandje. Het is een poppet strand, hè. Hoe vet is dit? Dit is toch echt de best date ever. Om een classic te kijken op het strand. Ze hebben ook allemaal dekentjes op. Die boten erachter. Zo romantisch. Dat toch. Oké, okay, ik heb een nieuwe vlogcamera. Maar die heeft echt issues met scherpstellen. Super. Maar ik kwam uit de film, we hebben snel een burgertje gegeten en ik heb rondgekleed in deze hier van Urban Outfitters. En we gaan nu naar de afterparty. En iedereen is super gehaast. Dus ik ga versnellen. Hi Noor. Mooi hè? Prachtig hè? Ga staan. Wat ik? Want? Ja. Hey, vond je het leuk? Vond je het leuk of niet? Ik vond het heel leuk. Vooral het vuurwerk. Very Disney. Dat is pretty crazy, hè? Ja. We gaan nu naar het hotel. Super laat. En dan gaan we even onze spullen pakken. Ik ga precies 1 uur slapen. 1 uur slapen. Ik heb er zin in. En naar wie gaan we dan toe? Tante Mama. Ja, maar en Ol. Oh, Ol, ja. Oh. Ik ga wel... Ik ga even naar huis douchen en dan ga ik naar die baby shower toe meteen. Hoef je op zich niet meteen mee. Even alles fixen. En... Oh my god, we staan bij het hotel. Oké. Okay. Morning sunshine. Good morning. Het is inmiddels 5 uur. En we zijn op het vliegveld van Nice. Dus we zijn op tijd. Lekker. Oké, guys, ik heb gedoucht en ik zie er niet heel fris uit, maar goed. We gaan naar Moa baby shower. De baby shower ga ik niet filmen, want ik vind dat dat iets is wat Monica op haar kanaal moet zetten. Dus ik ga jullie hier bij deze. Ik denk dat haar vlog. Mijn vlog komt zondag, die van haar komt dan morgen voor de baby shower. Dus nou ja, jullie gaan het waarschijnlijk sowieso wel zien. Dus die komt morgen online, dus check dat eventjes.
Ik ga wel met mijn camera wat dingen filmen, maar dat is zeg maar dan de surprise beelden dat zij die in haar vlog kan zetten. En Sander is mee. Ze gaat geen traditionele shower doen, dus Monica stijl zijn er ook gewoon gasten bij. Dat wilde ze ook graag. Dus ze gaat natuurlijk heel veel met Kai Gorgels en Pieter en Nick. Dus met Sam. Dus that's cool. Je moet wel even je telefoon aanzetten, Libby wilde even langskomen over de shower na school. Oh. Ik moet er 3 dagen niet geslapen. En daarna gaan we naar het feestje van Cato. Daar moeten we ook even een cadeautje nog kopen. En dan gaan we dus weer naar Bussum. Good old Bussum. Dus Ja, kan ja, we hebben rouwen. Ja. Dat is helemaal chill. Wat is dit? Dit is de preparation. Dit is zo amazing. Ik kan echt niet wachten. Maar ik ben nu Oké, Noor, jij moet zo door. Nee, ik vind niet dat ze nu op tafel moeten, want dat vind ik zonde. Het zwarte niet, nee. Hè? Dus hij is gewoon maar zo. Bestek wel? Ja, bestek wel. En dan doen we straks het woorden wat jij zei. Ja, ja. Ik had het zo vaak over zwart gezegd dat ze dat niet doen. Hey guys, het is de dag na de baby shower van Mo. En ik ben in Naarden. Daar heb ik net geluncht. En ik moet even de vlog afsluiten. Dus dat wil ik bij deze doen. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie. Hoe zeg je?